De inheemse stichting Tuka van het dorp Alalapadu heeft gisteren de eerste levering van Tuka-olie overhandigd aan Yomi Cosmetics. Tuka-olie wordt gemaakt van de Brazilnoot. De stichting tekende ook een overeenkomst met Conservation International Suriname en Yomi als afnemer van het product. Kapitein Shidif van Alalapadu deed de overhandiging. De olie wordt gemaakt door de bewoners van het dorp, het enige gebied waar deze noten voorkomen in Suriname. Alma Roberts van Yomi Cosmetics is blij met dit product. De olie zal verwerkt worden tot cosmetica. Roberts heeft de bewoners aangespoord door te gaan met het maken van dit product. Dit is naar natuur, dit is naar abusi. En dat ons sabi dat ons kut abusi boom. Waar abusi ik die ons zo mijn goedoe. En ik sabi dat moro sande en abusi, maar we beginnen aan het zien. En ik breed dat we op een productie kunnen drapen. Dat ik sabi dat ik kan mixen en ook tang om een jaar. Want dem ching egodoro. Want we trainen dem ching to toch voor Mickey. En mij, we trainen mip ching voor mek dem product. En u hebt train de jong wang voor meka olie. CI Suriname heeft de stichting Tuka met machines en het verzorgen van trainingen ondersteund. De bewoners van dit gebied hebben 4 kilo noten nodig om 1 liter olie te verwerken. De eerste levering van 36 liter olie is voor 120 Surinaamse dollars per liter verkocht. John Goedschalk, directeur van CI Suriname, zegt dat het geld bestemd is voor het verwerken van de olie. Nou, dat geld gaat naar stichting Tuha. En stichting Tuha koopt dan de noten van de mensen die de noten brengen. De stichting Tuha is zelf in het dorp. En de mensen die rapen, die leveren en verkopen aan stichting Tuha. Vervolgens heb je die 20 tot 25 man die actief zijn daar, in die fabriek zelf. Dus die krijgen een salaris. Vervolgens moet er ook gebruikt worden om te betalen voor veiligheidsmateriaal, voor transport. En als eind van het jaar er dan nog geld over is, dan kan het gebruikt worden om te investeren in de gemeenschap. John Goedschalk, directeur van CI Suriname, tijdens de overhandiging van de eerste levering van Tuka-olie door Stichting Tuka in het kantoor van CI Suriname aan de Kromme Elleboogstraat.